eigenlijk een center van jaren terug. En op een gegeven moment, ik had me eigenlijk tijd niet meer zo heel vaak gezien in ieder geval. En, nou, dan komt hij eigenlijk met een voorstel van, goh, ik ben met een Zepa-project bezig. En ik wist er wel van hoor, van 50-50 samen met Marcel. Maar toen vertelde hij mij dus dat hij dat eigenlijk wilde gaan uitbreiden. Wat groots wilde aanpakken. En als we nog een zanger zochten, nou, dat lijkt me gewoon heel erg grappig. Ik wist toen al dat Senna een enorme Zepa-fan was. En ja, het was van, ja, leuk dat hij daarmee doorgaat en dat hij er echt nog serieuze dingen mee aan het doen is. En ook leuk dat hij mij daarvoor vraagt. Dus ik zei eigenlijk zonder aarzeling ja. En een week later was ik in de oefenruimte samen met de gasten en stonden we te spelen. Kijk, ik ben zelf niet zo'n Zepa-adept als de anderen. Misschien dat dat een leuke mengeling geeft, maar ja, sowieso, het zijn echt allemaal fantastische muzikanten. Ze zijn super creatief, ze zijn ook allemaal super goed muzikaal onderlegd. Vooral Marcel en Peter, joh, die hebben discussies over een A-A-A-ed of een mineur met een 7 erbij. Of nou, noem maar op. En ik heb zoiets van... En ik heb daar alleen maar enorme bewondering voor. Ik hoop gewoon dat ik daar wat aan toe kan voegen. Gewoon door een beetje de zang die ik dan ken van de Zepa-opnames. Een beetje weet te benaderen. Een beetje recht weten te doen. We zijn nu in muzieklabs. En ik oefen hier met mijn vaste band, Transistors. Het is een oefenruimte waar wij sinds kort zitten. Wij zijn redelijk in Zoetermeer gestationeerd, in de boerderij. Op dit moment zijn we ook een beetje richting de country, de West Coast sound afgedreven. Wat altijd mijn liefde van mij is geweest. The head should be the top of drilling every kind of rig that's ever been made. Driven the back roads, I wouldn't get way. Wat anders dan anders. We zoeken toch altijd een beetje naar een soort van een soort muziek die andere mensen dan niet zoveel spelen. We zijn ook een tijd lang als een Johnny Cash tribute band door het leven gegaan. En dat sloeg wel op zich wel heel goed aan. Maar ja, we willen toch wel wat meer dan alleen maar dat Johnny Cash als repertoire hebben. Dus nu zijn we van alles aan het uitproberen.